Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video, een nieuwe week, een nieuwe maand. Um, en daarom wil ik het vandaag met jullie eventjes hebben over, heb even een over uh, eenheid bij tweelingvlammen. Um, er zijn daar heel veel misvattingen rond en dus daarom uh, wil ik een aantal zaken, een aantal punten, tips delen vanuit mijn ervaring. Het eerste, de eerste misopvatting waar dat heel veel uh, tweelingvlammen tegenaan lopen, waar ik zelf in het begin eigenlijk ook met vragen over stelde, was van wanneer ben je in eenheid met je tweelingvlam. Nu, het is zo, wanneer ben je in eenheid met je tweelingvlam, uh, dat is eigenlijk een staat van zijn op energetisch niveau. En dat, is, dat betekent niet dat je dan fysiek samen moet zijn, fysiek samen en, uh, moet wonen, of wat dan ook. Dus het fysieke... Uh, doet er eigenlijk op dit vlak totaal helemaal niet toe. Waarom? Omdat de connecties van tweelingvlammen, dat zijn de zielsconnecties, dat zijn de connecties ontstaan uit die hogere energieën. De, 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 die connectie is ontstaan van zodra dat je geboren bent en eigenlijk, uh, on, ik ging zeggen, ontsnapt uit de bron. Dus eigenlijk, van zodra dat je geboren bent uit de bron, je loskoppelt vanuit de bron, dan uh, is die eenheid uh, met jouw uh, tweelingvlammen er eigenlijk altijd. Nu, wat gebeurt er door hele verschillende incarnaties, uh, waarin aanvankelijk eerst de ene geïncarneerd is en de andere in energetische vorm als gids blijft diensten en dan omgewisseld? Um, gaan we naarmate dat de evolutie verder gaat, gaan we beslissen of hebben we besloten om meermaals ook tegelijkertijd te incarneren? In eerste instantie in de verschillende uh, levens waarin we samen geïncarneerd waren, dan. Um, dan Ofwel herkenden we elkaar niet, wat dat vaak ook zo zijn, maar vaak waren we ook geen partners. Um, we waren wel in elkaars leven, maar niet op de manier zoals we nu de kans kregen. Dus dat maakt dat, um, om een voorbeeld te geven: ik heb slechts maar drie levens samen met mijn tweeling van gedeeld op aarde hier. Um, en die waren. In de tijden van Lemurie en Atlantis, waarin dat we wel in eenheid waren, waarin dat we wel vanuit onze volledige kracht en onze volledige eenheid um, hier fysiek konden incarneren. Nadien hebben we dat bewust niet meer gedaan en hebben we telkens um, elkaar afgewisseld of zijn we um, wel samen geïncarneerd, maar totaal op verschillende werelden, zoals dat we nu trouwens hebben. Maar uh, door de technologie die er toen niet was, waren we niet in staat om met elkaar te verbinden op een 3D-manier. Wat dan nu wel mogelijk is. Want voor degenen die dat niet weten, mijn tweelingvlaam uh, woont uh, op dit moment nog steeds in Amerika. En ik woon in België. Um, dus de reden dat wij als en als daarvoor gekozen hebben, voor, voor, voor die fysieke afscheiding, los van de lessen die we er daardoor geleerd hebben rond uh, communicatie en open en onze verbinding, onze lepatische communicatie en als zoveel meer, maar dat in een andere video gaan uh, wel eens over vertellen. Um, heeft die uh, afstand ons ook geleerd dat het fysieke er niet toe doet wanneer dat het gaat over eenheid en een connectie? Wanneer je spreekt over eenheid met die tweelingvlam, dan heb je in eerste instantie al die eenheid in jezelf bereikt. Maar ook je partner, ook je tweelingvlam, heeft die eenheid al in zichzelf bereikt. Wat dat wil zeggen dat, in staat, dat jij en hij of zij in staat zijn om de mannelijke en de vrouwelijke kinderen in jezelf op een hele goede en uh, balancerende manier, op een balancerende manier, dus in balans en harmonie, te gaan gebruiken. Wat dat betekent dat wanneer je bijvoorbeeld aan het vullen je mannelijke kinderen zit, Um, dat, of dat je bijvoorbeeld alleen maar vanuit de mannelijke energie actie gaat gaan nemen, of maar veel te veel in de vrouwelijke energie blijft hangen. Het hangt een beetje vanaf van welke patroon je natuurlijk voor gekozen hebt. Van nature uit ben ik zelf de vrouwelijke energie en dat is mijn twillingvlam uh, van nature uit veel meer de mannelijke energie. Dat betekent niet dat ik niet in mijn mannelijke energie kan stappen en dat betekent ook niet dat mijn twillingvlam niet in zijn vrouwelijke energie kan stappen. Integendeel. Wat dat wel betekent, dat. Um, op momenten dat wij, elkaar, dat wij elkaar niet verbonden voelen, dus dat wij niet met elkaar verbonden voelen, dat we die verbinding minder voelen, en in het tegendeel het gevoel hebben dat we elkaar wegduwen, dan is het belangrijk om te gaan kijken van, in welke energie ben ik eigenlijk op dit moment aan het functioneren? En dat was um, iets wat ik bijvoorbeeld afgelopen week ook weer nogmaals heb mogen ervaren, door het feit dat ik bezig ben in mijn bedrijf, en in mijn leven, gewoon hier ook fysiek, Um, dan zat ik heel veel, heel te vaak in die mannelijke energie. Want er moest nu eenmaal actie ondernomen worden, er moest nu eenmaal structuur aangebracht worden, er moesten nu eenmaal oplossingen voor problemen komen. En waar dat ik eigenlijk dus veel te veel in die mannelijke energie ben blijven zitten en veel te weinig teruggekeerd iedere keer naar mijn vrouwelijke, dus naar mijn natuurlijke energie, heb ik niet alleen ervoor gezorgd dat ik zelf uitgeput was, waardoor dat ik vorige week drie dagen uh, letterlijk fysiek stilgezet werd. Uh, maar doe ik eigenlijk ook onbewust mijn tweelingvlam mee weg. Want hij zat op dat moment ook in zijn natuurlijke energie, maar in zijn mannelijke energie. Maar dat zijn twee dezelfde polen. En net zoals je weet van een magneet, als je die plus en plus samenhoudt, of min en min samenhoudt, dan stoot je elkaar af. Je kan nooit twee magneten vanuit dezelfde polariteit tegen elkaar of samenbrengen. Maar dat betekent niet op dat moment dat wij niet meer in eenheid zijn, die eenheid um, in onze connectie die blijft, ongeacht wat dat er gebeurt. Um, en uh, de energie dan op dat moment. Maar dus, waarom deel ik dan mee? Omdat het belangrijk is, één, om te beseffen dat eenheid en een connectie op tweelingvlammen niet betekent dat je moet fysiek samenwonen of getrouwd zijn, huisje, teuntje, boompje, bla bla bla. Zeker niet. Het gaat zelfs verder dan dat. Het gaat over de spirituele energetische connectie, de emotionele connectie, de mentale connectie. En dan, oké, okay, die fysieke connectie is er natuurlijk ook, maar is eigenlijk. Minder belangrijk dan al die andere verbindingen. Dus wanneer je in eenheid bent met je tweelingvlam, dan wil dat dat zeggen. Um, je hoeft elkaar daar zelfs nog niet voor gezien te hebben, fysiek. Er, moet, er is wel fysiek contact, bijvoorbeeld via telefoon of via, via uh, bellen, of je hebt misschien wel een paar keer afgesproken. Maar daar dat is soms zelfs nog niet voor nodig dat je, zoals dat ik gezegd heb, fysiek. Um, in hetzelfde land woont, of uh, fysiek een relatie hebt, waarbij je elkaar elke dag ziet of kan knuffelen of wat dan ook. Dat hoeft niet. Dus dat is één template, één overtuiging dat we eigenlijk rond de relaties mogen loslaten. Wanneer het gaat over eenheid uh, in de relaties. Eenheid die heilige relatie, eigenlijk. Um, en dan het stukje: wanneer je dan merkt dat je eigen connectie dat je niet meer verbonden bent. Of dat je voelt dat de, dat de, dat, dat de andere precies verder, verder van je weg afgaat. Eerst en vooral, dat wil niet per se zeggen dat de andere persoon bezig is met andere connecties. Maar kijk in eerste instantie, zeker wanneer je al wat verder staat op, um, in jullie connectie. En dat er al veel meer um, communicatie is en dat er daar al veel meer balans in is. Dan is het belangrijk dat je gaat gaan kijken van, in welke energie zit ik de laatste tijd? En wat is mijn meest natuurlijke energie? En dat daar is dat heel moeilijk dat je eerst daar die aanpassingen moet gaan doen, vooraleer dat je weer die verbinding met je tweelingvlam gaat kunnen maken. Waarin dat je het weer gaat voelen. De verbinding is er natuurlijk, die is niet weg. Maar wanneer dat je het weer gaat gaan, beter gaat gaan voelen. Dus dat is een hele belangrijke. En dat is eigenlijk hoe dat die werking, die constant, die dynamiek tussen die mannelijke en die vrouwelijke energieën gaat. Daarom ook in het begin, uh, dat het voor de vrouwelijke energie het lastigste en het meest uitdagende is. Want wat gebeurt er als vrouwelijke energie? Probeer je jouw eigen balans te houden. Je probeert zo vaak als mogelijk in een harmonie te zijn. En die goede high vibe um, uh, emoties. Maar plots komt dan jouw tweelingvlam daar. Hij zegt iets, hij triggert iets, hij doet iets. Of net iets wat je niet verwacht had. Poef, en we zijn op balans. En dat is hetgeen wat we eerst in die eerste fases uh, moeten leren. Dat ongeacht wat uh, jouw tweeling zegt of doet of niet doet. Dat je... Toch nog standvastig in je eigen energie en dat is in je eigen balans, mannelijke en vrouwelijke energie, dat daarin kan blijven. Want wat gebeurt er energetisch? Jij hebt eigenlijk die homeostase in jezelf gecreëerd, die balans die je in je eigen energie gecreëerd, dan komt hij er wat uh, aan, aan uh, Hij of zee, uh, past het toe zoals dat voor jou past, en 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 Wat en uh, uh, roeren als het ware. En dan zijn we weer een en al chaos. Um, en dat is hetgeen wat dat je... Um, het beeld dat ik nu kreeg is wanneer je bijvoorbeeld um, uh, iets gaat gaan maken. Of soms van die experimentjes zien. En dan gaan ze zo wat uh, verf of een kleurstof toevoegen. En dan zie je dat ze wat uitdelen En eigenlijk de omgeving beïnvloeden. Dat is hetgeen wat er ook gebeurt. En daarom kom, komt die touch er. Daarom komt die communicatie er. En dan gaan jullie eventjes weer uit elkaar. Waarom? Omdat je allebei weer moet gaan herkalibreren aan die nieuwe hogere energieën. Want er is iedere keer bij elke communicatie een uitwisseling van energieën. Um, ondertussen zijn ik en mijn tweelingblam al zodanig ver dat we in die, constante, in die constante balans kunnen blijven. Maar er zijn ook periodes geweest dat wij effectief afspraken met elkaar. Van kijk, we gaan elkaar nu een week of twee weken, wat, dat, wat dat je zelf nodig hebt voelt, uh, gewoon gerust laten. Dat is dan geen communicatie. Um, niet bellen, geen berichten sturen, nie, echt niks not, not Natuurlijk is die telepathische communicatie er wel en die energetische verbinding, die kan je niet stopzetten, die kan je niet uitzetten. Ik zie gewoon mijn haar, <laughs> wordt weer helemaal afgeleid. Um, dus die energetische connectie kan je niet uitzetten, maar je kunt wel heel bewust kiezen van, en gaan voelen van wat heb ik nu nodig en hoe ver kan ik nu nog in die communicatie blijven, in die connectie blijven of waar heb ik even die retreat nodig, die ruimte gewoon voor mezelf nodig. Dus dat is super, super belangrijk dat je dat bewust van wordt en dat je dat ook aanheeft. Dus dat is die onvoorwaardelijke liefde. Maar onvoorwaardelijke liefde wil niet zeggen dat je constant maar gewoon alles toelaat. Onvoorwaardelijke liefde wil zeggen dat je kiest voor jezelf. En door het kiezen voor jezelf kies je ook voor wat het beste is voor de connectie. Dus ook voor de ander. Ook al vindt die ander dat op dat moment niet leuk. Um, een ander tip dat ik onmiddellijk eigenlijk nog wel meegeven, omdat ik moet dat denken en het dus belangrijk is voor iemand. Is dat je heel hard beseft dat het enige wat je te doen hebt, is te werken aan je eigen connectie. Aan je eigen bewustzijn, aan je eigen wakker worden, aan je eigen uh, kracht en eigen energie. En jouw twin, die eigenlijk dezelfde frequentie, dus dezelfde energie, maar een ander fysiek lichaam en dus met een andere levensloop heeft in dit leven, moet hetzelfde doen. Dus vaak ga je ook merken dat dat um, beiden entiteiten, bij je energieën, als ik het zo mag zeggen, aan dezelfde, uh, dezelfde wonden en dezelfde schaduwen werkt. Alleen doordat jullie elk een andere uiting bent, dus een meer vrolijk, het andere nu mannelijke, gaat het zich op een andere manier in jullie leven gaan tonen. Dus denk niet, omdat je uh, als bijvoorbeeld vrouwelijke energie of als mannelijke energie uh, niet ziet dat jouw tweeling bijvoorbeeld stappen zet of dingen verandert in de uiterlijke wereld, dat er daarom niet heel veel dingen gaan veranderen of aan het veranderen zijn en in inderlijk. Want uh, elke, elke verandering, elke bewustwording gaat van binnen naar buiten. En dus wordt eerst in zichzelf aangepast en veranderd, om dan uiteindelijk ook zichtbaar te worden naar de buitenwereld. Dus ik hoop dat uh, jullie er iets aan gehad hebben. Deze dynamiek werd iets minder bij Soulmates natuurlijk, maar werd hetzelfde. Wanneer, wanneer dat je in een relatie bent met een soulmate en je zet alle twee in je mannelijke energie, dan ga je merken dat je geen connectie en geen aansluiting gaat vinden. En dan is het bedoeling dat één van beiden gaat gaan zakken en in die ontvangende vrolijkere energie gaat gaan staan. Um, dus dat gezegd zijnde, als er nog vragen zijn rond de dynamieken, rond tweelingvlammen, uh, dan kun je altijd jouw comment of je vraag onderaan een video zetten. Ik zie alle comments, bekeek ze en ofwel antwoord ik ze er uh, gewoon in het kort onder. Of maak ik een video, het hangt er wat vanaf rond wat dat de vraag is. Uh, wil je verder werken aan jezelf? Dan is sinds uh, vorige week, eind vorige week, dus eigenlijk begin maart, uh, het nieuwe platform 96 Vlammen uh, online. Daarin leer je eigenlijk echt werken met de universele vlammen. Om je eigen healer te worden. Om je, je eigen healing in uh, handen te gaan nemen. Uh, je kan daar zelf kiezen hoeveel dat je voor het traject betaalt. Um, en er zijn natuurlijk ook termijnbetalingen mogelijk. Dus als je daar interesse in hebt, uh, check het out. Ik zeggen. Dat ik is gewoon 96vlammen.be. En daar vind je alles terug uh, wat je moet weten over het traject. Uh, het is een superkrachtige tool om. Um, Wanneer jij leert met die universele vlammen te werken, zeker als tweelingvlam, want je bent zelf ook een vlam. En dus ga je eigenlijk gaan werken met de meest puurste, zuiverste energie dat op dit moment mogelijk is. Dus dat gezegd zijnde, check it out. Um, subscribe, like, al de bla 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 dingetjes die ik meestal weet. Dus uh, waarom vraag ik het? Omdat dit mij helpt om nog meer mensen te bereiken. Om nog meer eenheid te creëren in zichzelf, maar ook in relaties. En hoe meer eenheid dat er daar is, hoe minder frustraties en problemen dat er natuurlijk zijn. En dat is leuk. Zo, dat was het voor deze video. Ik wens je een fantastische week. Uh, ik ga mijn best doen om meer video's te maken en te uploaden. Uh, nu dat het platform online staat, dan heb ik wat meer ruimte gecreëerd. En ik ben ook mijn individuele sessies, dus de 1 op 1 sessies, aan het afbouwen. Zodat ik nog meer tijd heb om weer mijn boeken te gaan schrijven en uh, gewoon content te creëren. Want dat vind ik het leukste om te doen. Zo, dat was het voor nu. Heb je vragen? Loop je ergens in aan. Wil je hulp? Stuur mij een mailtje of via de contactpagina van de website en dan vinden we elkaar wel. Zo, dat was het. Tot de volgende. Love you.